Hoe kan ik vrijkomen van schuld, van negatief karma, van een vloek die je ervaart in je leven? Dat je lijkt alsof je misschien in vicieuze cirkels rond blijft draaien in je leven. Je kunt maar niet uitbreken en je verlangt naar vrijheid. Je verlangt naar om uit te breken uit jouw situatie, uit jouw huidige levensstijl. Continu ja, lukken dingen niet in je leven. En ja, je wil graag groeien, je wil graag naar een hoger niveau. Je wil geestelijk vrijkomen, vrij van schuld, vrij van al die dingen die continu jouw leven beheersen. Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Eerst zal ik wat basisprincipes neerleggen van hoe het komt dat jij in deze situatie zit waarin je nu zit. Het leven is een opeenstapeling van zaaien en oogsten. Van oorzaak, gevolg. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. De wet van behoud van energie. Iets verdwijnt niet zomaar. Als je iets doet, of als iemand anders iets doet, dan heeft dat gevolgen. Dan zet het iets in beweging. En niet alleen als jij iets doet, zet het iets in beweging, maar ook als een ander iets doet, zet het iets in beweging. En als die persoon betrokken is op een of andere manier in jouw leven, zet het ook in jouw leven iets in beweging. Jouw ouders en je voorouders en daar de ouders van, die hebben dingen gedaan, die hebben dingen uitgesproken en dat heeft iets in beweging gezet. En dat wordt doorgegeven van geslacht tot geslacht. Een heel bekend gegeven is bijvoorbeeld de tweede generatie oorlogsslachtoffers. Dat zijn mensen die de symptomen hebben van een oorlogsslachtoffer, maar zelf nooit de oorlog hebben meegemaakt. De diepe traumatische ervaring, de emoties, die zijn gewoon doorgegeven via de ouders naar het kind toe. En dat heb je ook met incestslachtoffers. Eigenlijk kunnen alle traumatische ervaringen doorgegeven worden. Maar niet alleen dat, natuurlijk ook positieve ervaringen worden doorgegeven. Maar het komt erop neer dat jij eigenlijk een optelsom bent van alle daden, alle handelingen, alle spreken van jouw leven in eerste instantie. Wat jij zaait, dat zul je ook zelf oogsten. Maar niet alleen wat jij hebt gezaaid, maar wat je ouders hebben gezaaid, wat je voorouders hebben gezaaid. Maar ook mensen in jouw omgeving, de cultuur waarin je bent opgegroeid. Het heeft allemaal invloed op jouw leven, de tijd waarin je geboren wordt. Heeft allemaal invloed op hoe jij nu denkt, hoe jij je nu voelt. En daar zitten positieve dingen in, maar er zitten ook negatieve dingen in. Het is gewoon een gegeven. Jij bent gewoon hier geboren, op dit tijdstip, in deze tijd waarin we leven, heb jij een bestaan gekregen. En daar moet je het mee doen. En jij hebt een pakketje lijden, gratis en voor niks meegekregen bij de geboorte. En daarbovenop zijn er nog allerlei dingen gebeurd in jouw leven, waarvan je te delen zelf een aandeel in hebt gehad, door datgene wat je hebt uitgesproken, datgene, de beslissingen die je hebt genomen, de dingen die zijn gebeurd waarin je zelf een aandeel hebt. Dat heeft allemaal invloed op het feit dat je nu bent wie je bent en dat je meemaakt wat je meemaakt. Maar dat niet alleen, ook andere mensen hebben natuurlijk gezaaid in jouw leven, waar jij niks aan kan doen. Er kunnen hele nare dingen met jouw leven zijn gebeurd, waar je helemaal niks aan kan doen, maar waar je wel de gevolgen van plukt. Dat maakt allemaal onderdeel uit van, je kunt het noemen je karma. Het systeem van plusjes en minnetjes, van ervaringen, energieën, positief en negatief, die allemaal jouw leven hebben gevormd. En je hebt nu een pakketje en je moet het met het pakketje doen. Maar hoe kom je daar vrij van? Want dat is niet altijd even eenvoudig. Juist door die wet van zaaien en oogsten, daar kom je niet onderuit. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Dat is een wet die niet gebroken kan worden. Dat is net zo wet als de wet van zwaartekracht. Als je een steen weggooit, dan valt hij naar beneden door de wet van zwaartekracht. En dat is gewoon zo. En zo is het ook gewoon zo dat een heleboel dingen die jij ervaart, dat is gewoon een gevolg van.
En daar kun je helaas niks meer aan doen, want die dingen zijn gebeurd en daar pluk je nu de vruchten van. En toch is daar een mogelijkheid om een streep te zetten en om uit te breken. Hoe kun je vrijkomen van de wet van zaaien en oogsten, van de wet van de karma, van de negatieve energie die in je leven is gekomen? Hoe kun je er vrij van komen? Ja, er zijn allemaal systemen voor bedacht. Ik zal er even drie hoofdstromingen noemen die te maken hebben met het vrijkomen van deze wet. Nou, de eerste is een vrij extreme vorm en die zegt: je moet onthechten. Als jij leert afstand te doen van alles wat je hebt, dus alles wat lijden kan veroorzaken, van materiële dingen, maar ook verlangens in jou, begeertes, allemaal dingen die eigenlijk jou een lijden kunnen geven. Als je daar nou van leert afsterven, dan kun je op een gegeven moment op een punt komen dat je helemaal vrij bent van lijden. En dan, ja, maar dat betekent eigenlijk ook ten diepste dat je je persoonlijkheid opgeeft. Want als je vrij bent van jezelf, van je ego, dan kan er ook niks meer gebeuren in jouw leven wat jou doet lijden. Want lijden komt voort uit hetgeen wat je verlangt. En als je nou niet krijgt wat je verlangt, dan lijd je. Dus als je nou helemaal niks meer verlangt, dan is lijden opgehouden te bestaan. Maar de andere kant ervan is ook dat jij ook bent opgehouden te bestaan. Toch zijn er mensen die deze weg tot in het extreme hebben gevolgd. En dat zijn hele excentrieke figuren, de pilaarheiligen of mensen die zich van alles nog wat ontzien. En sommige mensen daarvan die zijn inderdaad tot een bepaald niveau gestegen. Dat zijn bijzondere mensen geworden met bijzondere inzichten, met bijzondere krachten. Alleen het zijn er maar heel weinig. En de meeste mensen die weg willen gaan, die haken af en die komen erachter van ja, dit is toch niet wat ik zoek. Dit kan toch niet de bedoeling zijn dat ik me helemaal verlies. Nou, dat is één weg. Dat is de weg die je kunt proberen te gaan. Een andere weg is dat je rekening houdt met de wet van zaaien en oogsten. En dat je dus ervoor zorgt dat je uitsluitend positieve energie zaait. Uitsluitend liefde zaait. Dat je uitsluitend bezig gaat met positieve dingen. Positieve dingen uitspreken. Positieve dingen bedenken, positieve dingen doen. En als je dat doet, als je je best doet, als je heel gedisciplineerd goede daden doet in jouw leven, dan ben je in staat om het negatieve karma, om dat om te zetten in positief karma. En dan kun je tot een zekere hoogte vrijkomen van de wet van karma, van zaaien en oogsten. En dan kun je op een gegeven moment een staat van verlichting, tot een staat van verlichting komen. Mensen die daarmee bezig zijn, die komen in allerlei religieuze stromingen tegen. Sommigen geloven ook nog in reïncarnatie. Die zeggen, nou, als je nu dan vreselijk je best doet, dan bouw je een positief karma op en dan merk je nu misschien nog niet zoveel van in het leven, maar in een volgend leven, dan word je geboren op een hoger niveau. Nou ja, als dat dan een troost is, dan kun je daaraan vasthouden. En dat betekent dan dat je vele levens nodig hebt, als het je lukt, om echt tot vrijheid te komen. Nou, in het christendom, en ook in het jodendom, en ook in de islam, en in meerdere stromingen dan, en dan zie je gewoon dat er eigenlijk, dat men zegt van, doe je best. En dan word je beloond. Je wordt beloond naar je werken. En als je nou maar goed je aan de wet houdt, en doet wat het geloof van je vraagt, dan maak je een goede kans, als je echt goed je best doet, om in de hemel te komen. Nou, het christendom, zegt het, daar kom je deze gedachte ook nog steeds tegen.
dat je vreest dat je best moet doen. Hè? Denk aan de 10 geboden, die op de zondag in sommige kerken wordt voorgelezen. En het zijn allemaal goede dingen. Je zult niet moorden, je zult niet stelen, je zult niet liegen, eer je vader en je moeder, enzovoorts, enzovoorts. Allemaal op zich hele goede richtlijnen voor het leven. Ja, dan ben je een goed christen en dan hoop je dat God jou aanvaardt. Het probleem is alleen dat het niet altijd goed lukt om jezelf te veranderen. Het niet altijd goed lukt om nou altijd maar positief te zijn. Om altijd maar alleen maar goed te zijn, heilig te leven. De meeste van ons lukt dat niet. Waardoor je toch nog in het oude systeem blijft hangen. En je merkt eigenlijk dat de zonde een veel grotere kracht heeft in je leven dan je eigenlijk had gedacht of eigenlijk had gewild. Dat is eigenlijk ook kenmerkend. Hè? Iemand die rookt, die zegt gewoon heel makkelijk, nou als ik wil kan ik zo stoppen met roken. Of iemand die drinkt, die zegt als ik wil kan ik zo stoppen met drinken. En op het moment dat ze dan moeten stoppen, het zijn vanwege gezondheid of andere redenen, dan blijkt het ineens toch zwaar tegen te vallen. Nou, zo is het ook met andere verkeerde gewoontes in je leven of zondere dingen in je leven. Je denkt van, nou oké, nu stop ik ermee. En dan blijkt het toch tegen te vallen. Omdat je als mens toch nog vastzit en zwak bent. Nou, een derde manier om vrij te komen is dat de schuld die je hebt opgebouwd in jouw leven, dat daar iets tegenover wordt gesteld. Dus dat de wet van zijn ook blijft bestaan, daar kan niemand wat aan doen. De wet van behoud van energie, zelfs God niet, want dan zou hij geen God meer zijn, want als God zichzelf zou tegenspreken, dan zou hij geen God meer zijn. Dus God moet zich ook houden aan de wet van zijn oogsten, van oorzaak gevolg. En als ik in mijn leven een negatieve karma heb opgebouwd en negatieve energie in mijn leven is gekomen door mijn eigen daden, door de daden van mijn ouders en voorouders, dat is doorgegeven in mijn genen, dan zit er een pakket in mijn systeem die mij belemmert om te komen in mijn goddelijke bestemming. En dat kan niet zomaar even weggepoetst worden. Maar met karma is het zo dat je kunt, als je iets verkeerds doet, door daar tegenover iets goeds te doen, kun je dat in evenwicht brengen. Dan kan er herstel plaatsvinden. Nou is het zo dat onder bepaalde voorwaarden kan ook een ander dat voor jou doen. Zodat jij vrijkomt. Denk maar even een heel simpel voorbeeld. Stel je hebt een financiële schuld van 10.000 euro, noem maar wat. En een goede vriend van je die zegt van, joh, weet je wat, ik ga het voor je betalen. En dan ga naar de bank en stort daar 10.000 euro en jij bent vrij van schuld. Dat heb je niet zelf gedaan, je hebt er niet zelf voor gewerkt, je hebt niet een tweede baan bij je genomen of allerlei bijbaantjes. Nee, er is gewoon een vriend in jouw leven gekomen die van je houdt en die zegt van, ik betaal het voor je. Een voorwaarde is wel dat jij niet zo trots moet zijn om het te weigeren, maar dat je het dan ook gewoon durft te aanvaarden. Nou, zoiets is er ook gebeurd voor zonde in het algemeen. God heeft namelijk een besluit genomen en heeft gezegd, de mens is door zijn karma niet meer in staat om in verbinding met God te komen, omdat wij verontreinigd zijn. We hebben negativiteit in ons. En God kan zich niet verbinden met onze negativiteit. Eerst zal onze zonde zal opgelost moeten worden. Er zal een oplossing voor het probleem moeten komen. Nou, God heeft ervoor gekozen om die schuld voor ons te betalen. Voor jou en mij te betalen. Dat kan hij niet zomaar doen. Hij kan niet zeg maar een streep erdoor halen of wegrummen. Zo van, nou joh, het maakt niet helemaal uit. Klaar. Nee, dat kan niet. Er moest iets tegenover staan. Nou, wat heeft God gedaan? God heeft gezegd, ik daal neer in het lichaam van de mens. Dat heeft hij ook gedaan. In Jezus Christus is God mens geworden. En heeft daar in zijn mens zijn,
heeft hij een prijs betaald die genoeg is voor de schuld van heel de mensheid. Want namelijk als volmaakt mens heeft Jezus Christus een daad gedaan door zijn leven te offeren als een volmaakt, heilig, vlekkeloos offer. Uit pure, zuivere liefde. Dat is een prijs die niemand anders kan betalen, want wij hebben allemaal duisternis in ons. En dan alleen Jezus Christus, die had geen verlossing nodig, die was vanaf de geboorte aan, was hij vrij van schuld, vrij van zonde. Omdat hij als zoon van God op aarde was gekomen. En dat moest ook, want hij zou een prijs betalen die genoeg is voor de hele wereld, voor de hele mensheid, voor jou en mij. En hij heeft die prijs betaald door vrijwillig uit pure liefde het meest afschuwelijke lijden op zich te nemen en de schuld van heel de mensheid op zich te nemen en naar het kruis te gaan. En toen hij aan het kruis hing, nou, vreselijk te zijn gemarteld en geleden, riep hij uit: het is volbracht. En toen hij dat uitriep, het is volbracht, toen was de prijs betaald voor de hele mensheid. Het is nu aan ons, aan jou en mij, om die liefdesverbinding met Jezus Christus aan te gaan en dit kostbare geschenk wat God ons aanbiedt in zijn liefde, in ontvangst te nemen. Want dit offer, dit kostbare geschenk, dit liefdesoffer, neutraliseert al jouw negatieve karma. Al jouw negatieve daden, al jouw zonden die jij in het verleden hebt gedaan, die jouw ouders hebben gedaan, die je voorouders hebben gedaan, die jouw cultuur heeft gedaan, die jouw land heeft gedaan, jouw natie. Door dat te aanvaarden, kom jij in één klap vrij van alle schuld en veroordeling. En wordt jouw karma als het ware weggenomen. En heb jij een schone lijn, waarmee jij weer terug in verbinding met God kan komen. Wij noemen dat, je kunt dan leven uit genade. Je zult nog steeds zonderen, je zult nog steeds fouten maken, maar die fouten brengen niet meer een werking in gang van oorzaak en gevolg. Want je brengt ze direct bij Jezus. Waardoor direct vergeving plaatsvindt, direct reiniging plaatsvindt. Waardoor jij in vrijheid komt om uit te breken uit je systeem en te komen in jouw goddelijke bestemming. Een voorwaarde is alleen dat je die liefdesverbinding met Jezus aangaat. Want vanuit die liefdesverbinding kun je ook dat liefdesoffer van Jezus aanvaarden. En kan er een bevrijding plaatsvinden van schuld en van zonde. En een volmaakte vergeving. Heel simpel. Aan de andere kant is het ook zo simpel dat het soms voor heel veel mensen ook moeilijk is om dat te aanvaarden. Om dat offer te aanvaarden. Onze trots houdt het tegen, want we willen graag zelf dingen goed maken in ons leven. Maar op het moment dat jij tot een besef komt dat je het niet kunt, dan ben je eigenlijk op het punt dat Jezus zegt van nee, daar wil ik je ook hebben. Dat God zegt, nou ben je op het punt gekomen in jouw leven, dat je klaar bent om mijn geschenk te aanvaarden. Dan hoef je niet meer vreselijk je best te doen. Je hoeft niet meer aan zelfkastijding te doen, op die manier jezelf te straffen of helemaal je zo te onthechten dat je niks meer voelt, dat je geen pijn meer voelt, maar dan voel je ook geen vreugde meer. Je kunt niet meer genieten. Dus heeft God het leven niet bedoeld. God wil dat jij geniet van de dingen die hij heeft gemaakt. Van de mooie natuur. Van relaties. Van je lichaam. Van schoonheid. Van de zintuigen die God je heeft gegeven. Van lekker eten. Van alles wat God heeft gemaakt, wat goed is, daar mag je van genieten. Dat is ook de bedoeling. En daarnaast wil God dat jij groeit in je goddelijke bestemming. Dat je steeds meer gaat worden zoals Jezus is, zoals God is. Ik wil het besluiten ook weer met een gebed. En in dat gebed wil ik je graag meenemen naar het kruis. Het kruis waar Jezus aan heeft gehangen. Het kruis waar dat kostbare geschenk voor jou is gebracht. Dat kostbaar offer. Het kruis waarin jouw negatief
karma, jouw opeenstapeling van schuld, van negatieve energie. Dat is daar allemaal vereffend, dat is daar goed gemaakt. Dat is daar hersteld. Door die daad die vele malen groter is dan de zonde die jij ooit kunt begaan. Dat heeft Jezus daar aan het kruis gedaan. Ik nodig je uit om samen met mij naar het kruis te gaan. En om jouw schuld aan Jezus te geven. En dat offer wat Jezus jou aanbiedt. Dat geschenk. Zijn goede daad. Wat veel zwaarder telt dan alle daden, verkeerde daden van de mensheid tezamen. Om dat te aanvaarden. Hemelse Vader, ik wil u danken voor deze geweldige oplossing die u mij ons allemaal aanbiedt in uw Zoon Jezus Christus. We hebben het niet verdiend, maar we kunnen het ook niet verdienen, ook al doen we nog zo vreselijk ons best. Het zal ons nooit lukken om onze opgebouwde schuld, om dat teniet te doen. Maar ik wil u danken dat u naar ons toe bent gekomen in uw Zoon Jezus Christus. En ik wil u danken, Jezus Christus, dat u bereid was om die weg te gaan, uit pure liefde, om te zeggen, Vader, hier ben ik. Gebruikt u mij als offer, als prijs om de schuld van de hele mensheid te betalen. Ik ben bereid deze weg te gaan van lijden en mijn leven, mijn lichaam, mijn ziel te geven als losprijs, als offer, als genoegdoening voor de hele mensheid. En zo de mensheid vrij te kopen van haar schuld. Ik wil u danken, Jezus, dat u die weg bent gegaan. En ik wil ook samen met ieder die zich daaraan verbindt, willen we die verbinding aangaan met uw liefde. En dit kostbare geschenk wat u ons aanbiedt, in diepe dankbaarheid in ontvangst nemen. Ik wil u danken, Jezus, voor de vergeving, voor al mijn zonden. En dat u mij daardoor weer terugbrengt in de liefdesgemeenschap met God. Dat u mij daarmee heeft vrijgemaakt van zonde, van schuld. En opgenomen heeft in uw eeuwige liefde. Om in mijn goddelijke bestemming weer te kunnen wandelen, om te groeien in liefde. Ik wil u danken dat u mij geplaatst heeft in de ruimte van uw genade. Waarin ik nog steeds fouten mag maken, maar waarin ik mag leren van uw liefde. En waarin ik mag groeien in liefde, zonder angst voor oordeel of straf, omdat u dat heeft weggenomen. Ik wil u danken. Ik ben u oneindig dankbaar voor dit offer wat u gebracht heeft aan het kruis. Dank u, Jezus. Amen. Ik hoop dat je dit gebed met mij gebeden hebt en dat jij vanuit je hart dit grandioos geschenk van Jezus hebt aanvaard, waardoor jij mag weten dat je helemaal vergeven bent. Ook al maak je nog steeds fouten, de fouten staan niet meer tussen jou en God, want er is voor betaald. En je mag weten nu dat je een kind van God bent, voor eeuwig en opgenomen bent, is een eeuwige liefde.